Hi, ik ben vandaag de assistente van Kim. Maar ik ben ook de assistente van Kim. Maar ik ook. Hè? Maar ik ook. Wij zijn de assistentes van Kim. Hallo, Dutchies to be. Dit is een les over het meervoud. Van de meeste zelfstandige naamwoorden kun je een meervoud maken met s of met en. En ik ga jullie vandaag leren welke categorieën woorden een s krijgen. Want eigenlijk hebben bepaalde categorieën altijd of bijna altijd een s achter de enkelvoudsvorm en alle andere woorden krijgen dan en. Maar er zijn een aantal uitzonderingen. Denk aan ei, eieren, kind, kinderen, koe, koeien. En er zijn ook woorden die ontelbaar zijn. Je kunt denken aan koffie, kleding, fruit. Ja, hoe ga je koffie tellen? Je kan wel zeggen koffiebonen of kopjes koffie of stukken fruit of kledingstukken. En, heel belangrijk, er zijn ook woorden die soms letterlijk van het Engels naar het Nederlands worden vertaald. Bijvoorbeeld broeken, brillen, euro's, jaren. Ja, wat is daar niet goed aan? Dat ga ik aan het eind van deze video laten zien, samen met de uitzonderingen die dus een beetje een andere vorm krijgen als je er meer fout van maakt. Oké, laten we beginnen met de categorieën van woorden die altijd een s krijgen of bijna altijd een s krijgen. Want als je al deze categorieën kent, dan weet je ook dat bijna alle andere woorden en krijgen. De eerste categorie van woorden die een s krijgen wanneer je er een meervoud van maakt. Dit zijn woorden die eindigen met een schwa in de laatste lettergreep. Een schwa is een taalkundige term, een linguistische term voor de klank e. Dus de woorden die eindigen op e in de laatste lettergreep zijn bijvoorbeeld assistente, secretaresse, pauze, courgette. Deze eindigen allemaal op een e en krijgen dus een s. Assistentes, secretaresses, pauzes en courgettes. Woorden die op je eindigen, dat zijn de diminutieven. Zoals meisje, biertje, kopje, koffie. Dus hier heb je ook een s achter het woord. En dat zijn dan meisjes, biertjes en kopjes. Koffie. Dan zijn er woorden die ook eindigen op een e met een medeklinker. Bijvoorbeeld, ze eindigen op en, een. Bijvoorbeeld, jongen, varken, keuken. Dus, die eindigen zelf al in de enkelvoudsvorm op en. En dus krijg je een s. Jongens, varkens, keukens. Maar als je een woord hebt, zoals bijvoorbeeld zoen, dan kun je denken, hey, het eindigt met en. Maar dit is niet een, dit is oen, zoen. Dus dit woord zoenen. Dan hebben we woorden die eindigen op er, er. Bijvoorbeeld, buitenlander, dokter, IT'er, buitenlanders, dokters en IT'ers. Dan hebben we woorden die eindigen op el, ul. Bijvoorbeeld lepel, appel, tafel. En dan krijg je lepels, appels, tafels. Appel heb ik als een voorbeeld gegeven omdat dat een van de weinige woorden is die ook op en kan eindigen. Dus appelen of aardappelen, die kunnen ook en hebben. En hier heb je weer hetzelfde fenomeen. Bijvoorbeeld met het woord stoel, dat je misschien denkt, oh, het eindigt op el. Maar dit is weer stoel, niet stoel. Dus de meervoudsvorm van stoel is
stoelen. Dan de laatste in deze categorie. Dat zijn de woorden die eindigen op em. En er zijn niet veel woorden. Ik kon ook alleen denken aan het woord bezem. En dat wordt dan bezems. Categorie 2 zijn de woorden die eindigen op een lange klinker. Bijvoorbeeld met een a. Denk aan mama, oma, paprika, mama's, oma's, paprika's. Je krijgt alleen voor de spelling dan wel een apostrof hier. Anders zien wij het woord en dan denken we dat de uitspraak is mama's, oma's, paprika's. Oké, wacht. Nu moet ik dus helpen. Want Kim, je bent er één vergeten en dat is de E-klank. Bijvoorbeeld zoals woorden als café en abonnee. Die krijgen dus ook een S. Cafés en abonnees. Maar niet allemaal. Je hebt bijvoorbeeld het woord idee. En dat woord ideeën. Met puntjes op de E. Een trema op de E. En dat is zodat je weet, als je het leest, hoe je het moet uitspreken. Want zonder puntjes staat er ideeën. Nee, dus ideeën. En daarom staan er puntjes. En dit is vaker in de spelling. Met een i-klank. Dan hebben wij bijvoorbeeld taxi, baby, familie, vakantie. Dit wordt taxis, baby's, allebei met apostrof s. Maar wel families en vakanties, dan mag de s aan het woord. Want er kan geen verwarring zijn over de uitspraak als je het leest of als je het schrijft. Er zijn wel woorden die eindigen op een i en die krijgen en. Bijvoorbeeld kopie, kopieën. Categorie, categorieën. En dan met de o, bijvoorbeeld auto, cappuccino, video en radio. Die krijgen ook allemaal apostrof s. Auto's, cappuccino's, video's, radio's. Dan de u, bijvoorbeeld paraplu, menu, dat wordt paraplus en menus met een apostrof s. Nog twee categorieën, die zijn iets korter. 1. Afkortingen. CD, cd's. WC, wc's. En de laatste categorie, dat zijn leenwoorden. Veel leenwoorden, ik weet niet of ze allemaal eindigen op een S, maar heel veel eindigen op een S. Denk aan accountant, ingenieur, film, cadeau, bureau. Nou, dat woord accountants, ingenieurs, films, bureaus, cadeaus. Dat was alles met een S. Dan alle overige woorden, bijna allemaal, krijgen ze en. Bijvoorbeeld als ze eindigen op een diftong. Bijvoorbeeld op een ui. Trui wordt truien. En ui wordt uien. Woorden die eindigen op een ei. Bijvoorbeeld een schilderij. Dat wordt schilderijen. Aardbei. En dat wordt aardbeien. Dan wil ik nog iets zeggen over woorden die eindigen op één medeklinker. Als je een woord hebt dat eindigt op meer dan één medeklinker, dan is er geen probleem. Denk aan student, studenten, arts, artsen. Maar als een woord eindigt op één medeklinker met één klank ervoor, dan gebeurt er iets in de spelling. Ik ga dat niet helemaal uitleggen. Alle spellingsregels kun je in les 4 terugvinden. Nu geef ik alleen een aantal voorbeelden. Als je een woord hebt zoals leraar of oog, dat eindigt op twee dezelfde klinkers en één medeklinker, dan haal je één klinker weg. Leraren, ogen. Als je een woord hebt dat eindigt op één medeklinker en daarvoor één klinker, dan voeg je één van de medeklinkers ook toe, samen met en. Bijvoorbeeld mes, messen. Of man, mannen. Kijk, twee s'en. Twee n'en. Dan als laatste, als je een woord hebt dat eindigt op een f, dan wordt het heel vaak een v in het meervoud. Bijvoorbeeld een dief
woord dieven met een V dus. Maar niet altijd. Je hebt ook bijvoorbeeld het woord fotograaf. En dat blijft een F houden. Fotografen. Maar meestal verandert een F in een V. Ja. En als het eindigt op een S, bijvoorbeeld een reis of een neus, dan wordt dit een Z. Reizen, neuzen. Nou, als je meer wilt leren over deze spellingsregels, dan kun je in les 4 van de beginnerscursus nog een keer terugkijken. Of voor deze les, dit wordt een les ook voor de beginnerscursus, maar dit wordt ook een aparte les in mijn online school, alleen over meervoudsvormen met deze spellingsregels. Dus je kunt je daarvoor dan ook inschrijven. Alle voorbeelden en alle categorieën en alle spellingsregels downloaden en oefenen met het maken van meervoudsvormen. Maar voordat we daar zijn, heb ik nog een aantal uitzonderingen voor jullie. Ik ga alleen een aantal voorbeelden geven en ik zal meer in de online les zetten. Bijvoorbeeld lid en dat wordt leden. Of je hebt het woord stad en dat wordt steden. Dan heb je soms een korte klank in de enkelvoudsvorm zoals glas en opeens een lange klank in de meervoudsvorm, namelijk glazen. Zoals ik zei, heb je koe en koeien en ei, eieren, kind. Kinderen. We hebben ook bijvoorbeeld het woord politicus en dat wordt politici. Of het woord museum en dat wordt musea. Museums is ook wel oké, maar officieel wordt het dan musea. En dan nog ook één heel belangrijk ding. In het Engels heb je vormen zoals pants, glasses, years, hours, euros, cents, kilo's. En die worden soms letterlijk vertaald in het Nederlands als broeken, brillen en die andere woorden. Die laat ik zo zien. Dus bijvoorbeeld als je zegt I'm wearing pants or I'm wearing glasses, dan vertalen zij dit als ik draag broeken. Ik draag brillen. Maar dat zijn de meervoudsvormen. De enkelvoudsvormen zijn bril. Ik draag een bril. En ik draag een broek. Als je twee brillen draagt, dat wordt een beetje raar. Een beetje onhandig. Oh no! Dan woorden zoals keer, jaar, uur, kilo, cent. Deze 5 als voorbeelden. Er zijn vast nog meer. Die blijven in het Nederlands in de enkelvoudsvorm als je een hoeveelheid ervoor zet. Bijvoorbeeld, in het Engels kun je zeggen I've been living here for 3 years. In het Nederlands zeg je niet ik woon hier al 3 jaren. Nee, ik woon hier al 3 jaar. Met uur, bijvoorbeeld de reis duurt 3 uur, niet 3 uren. En een laatste voorbeeld met euro, anders wordt het heel lang. De rest kun je in de online les vinden. Dit kost 15 euro, niet euro's. Als je een hoeveelheid weglaat, dan kun je wel bijvoorbeeld jaren en uren zeggen. Dus in plaats van ik woon hier al 3 jaar, ik woon hier al jaren. Of de reis duurt 5 uur. De reis duurt uren. Dit duurde ook uren bijna. Nee, oké. Okay. Maar het duurde wel lang, want er zijn heel veel categorieën, uitzonderingen, dingen die vaak fout worden vertaald. En ik wilde zoveel mogelijk toch behandelen in deze video. Zoals ik dus zei, in de online les kun je meer voorbeelden vinden. Kun je heel veel oefenen, kun je alles downloaden. Dan hier 4 woorden die je in het meervoud kan zetten in de reacties. Namelijk kamer, boek, actie, winkel. Dus zet deze 4 woorden in het meervoud. Dan wens ik jullie een heel fijne dag. Oh, dit is ook een uitzondering. 1 dag, 2 dagen. Dus, maar nu wens ik jullie een heel fijne dag. Ik hoop jullie snel in de volgende les te zien. Dag.